De openings- en sluitingstijden van de luxe winkel van Chanel gelden ook voor Connie Witteman. Hartstikke balen voor de Society-ster, want ze wilde afgelopen week graag nog even binnenwippen na sluitingstijd. Een paparazzo van de Weekend zag het gebeuren en verbijsterde zich over het voorval. De deur was en bleef potdicht. De laatste tijd, zeker sinds ze weer in een nieuwe relatie zit, lijkt het ontzettend goed te gaan met Connie. Ze woont in de peperdure PC-Hoofdstraat en geniet daarvan al het luxe die het peperdure Amsterdam-Zuid haar te bieden heeft. Toch heeft ook Connie wel eens te maken met tegenslag, ze wilde afgelopen week iets kopen bij Chanel, maar dat lukte niet. De winkel was al gesloten. De Chanel-medewerkers wilden naar huis, hun werkdag zat erop. En tja, sluitingstijd geldt voor iedereen, ook voor onze polderdiva. Connie wilde echter per se even naar binnen. De diva keek wel even vreemd op toen de deur niet wagenwijd voor haar openzwaaide bij de Chanel Store. Hoe hard en dwingend Connie ook op het raam tikte, de deur bleef potdicht. Dat is toch wel heftig, vooral omdat Connie die middag juist lekker op dreef was qua shoppen. Op de bijbehorende foto's heeft ze haar handen vol met nieuwe spulletjes. Chanel had die dag ongetwijfeld een mooie klapper kunnen maken. Als ze wegscheurt in haar knalgroene bureau, zien we een peperdure Prada-tas van een slordige 2400 euro parmantig op de voorbank staan. Overigens is Connie volgens de Weekend wel heel gewoon gebleven. Connie houdt nou eenmaal van mooie spullen, al zullen we haar niet snel roekeloos met geld zien smijten. Connie vertelde ooit dat ze uit een heel gewoon middenstandsgezin komt. Ik heb hard gewerkt om op dit niveau te komen, een leven dat ik fijn vind en graag wil houden. Dat is misschien wel een mooie conclusie, ik ben gelukkig zo en koester mijn leven. Ik wil niet meer, maar ik wil ook niet minder. Thank you.